Voor mij een rolmodel. Niet alleen iemand die ik persoonlijk heel graag mag, maar ook echt een rolmodel in haar vakgebied. Waarom? Ze is ten eerste echt een vakexpert op het gebied van duurzame lifestyle. Van eerst vanuit mode en nu in lifestyle in het algemeen. Hoe kun je duurzaam leven? Daar schreef ze 2 boeken over. Haar laatste boek, Dit is een goede gids. Meteen ook internationaal uitbrengen, waarom niet? In 10 steps, nee. This is a good guide. En die verkoopt ze dus nu over de hele wereld. Ze is spreker, TEDx-spreker, meerdere events. En ze is ook dagvoorzitter, ze presenteert ook. Dus eigenlijk allround, op een consultant ook nog, allround pakt zij haar podium. Dat vind ik echt super knap. Dus wil ik jullie graag voorstellen, dames en heren. Een groot applaus voor Marieke IJscoot. Heeft het onderwerp jou naar het podium gestuurd? Ja. Ja? Ja, eigenlijk wel. Ik heb eigenlijk al sinds ik vrij jong ben het gevoel dat ik zoveel gekregen heb door alleen maar hier geboren te zijn, bijvoorbeeld. Wat natuurlijk toeval was. Daar kun je anders over nadenken, maar ik voel dat het toeval was. En dat ik net zo goed ergens anders ter wereld kon zijn gekomen. En dan had ik helemaal niet al deze gigantische voordelen. Ik had democratie en een goede economie en vrijheid en vrouwenrechten en dat soort dingen. Terwijl er natuurlijk heel veel mensen op de wereld zijn die dat niet hebben. En dat gevoel heb ik eigenlijk altijd al gehad. En ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik daar iets aan wilde doen. Dat dus ik iets wilde bijdragen om dat eerlijker te maken. Dus het was echt een stukje van een soort onrechtvaardigheid dat je dacht, ja, ik wil mijn steentje daaraan bijdragen, ja, om dat beter te maken. Ja, en mijn eerste idee daarvoor was dat ik nieuwslezer zou worden. Nou, dat klinkt herkenbaar. En hoe wilde je als nieuwslezer de wereld verbeteren? Nou, door iedereen te vertellen wat er aan de hand was. Dus dat was wat ik wilde. Ik ging ook altijd elke ochtend aan mijn vader de krant voorlezen. En daarom heeft ze ook die prachtige dictie aan overgehouden. Dat moet het maar zijn. Nieuwslezen is dus ook je podium pakken, want je wil de wereld vertellen wat er speelt. Ja. Dus ging de liefde voor het onderwerp ook gepaard met de liefde voor het podium? Zeker. En ik denk ook dat, zeker als je wil proberen echt iets te veranderen aan de wereld, op welk vlak dan ook, dat die twee dingen ideaal samengaan. Echt ideaal. Dus dat je waar je ook bent en op welke manier, want dat kan natuurlijk ook op social media of binnen de manier waarop jouw bedrijf werkt, op het moment dat je het podium pakt, dat ook het moment is dat je de wereld al een stukje verandert. Hoe ik er zelf ben gekomen, is dat ik wel heel erg de liefde voor het presenteren had, maar dat ik in eerste instantie zelf juist niet zo goed wist waar ik over moest vertellen. Is dat iets heel vreemd voor jou of herken je dat ook al een beetje? Nou, ik heb natuurlijk al, ik werk al in duurzame mode en lifestyle sinds 2000, zo'n beetje. Bijna 20 jaar. Bijna 20 jaar, dus wat dat betreft is dat een beetje samen opgegaan. Ik stond eerder voor groepen en op het podium om over mijn onderwerp te praten dan bijvoorbeeld als dagvoorzitter. Dat is bij mij eigenlijk later gekomen. Dus dat is een soort van andersom. Ik heb dus altijd ergens gestaan om iets te vertellen over hoe het anders moest. Maar dan op een leuke manier en niet iets. Dus eigenlijk hebben we allebei een soort andere aanvliegroute. Ja, precies andersom, maar denk ik. Delen we dus wel het podium, soms letterlijk, want zo hebben wij elkaar ontmoet. Ja. Ik was toen dagvoorzitter en Marieke zat in een panel. Nou, dat was de eerste keer leuk. En toen bij een volgend event, hey, weer Marieke. Toen zat ik in de jury, volgens mij. Ja, dat van klopt. De Sustainable Leather Award. Sustainable Leather. Award. Het was grappig, want wat had ik toen aangetrokken op het Sustainable Leather Award? Een leren broek. Ja. Weet je het nog? Want voor ik het wist, zat er dus iemand op de eerste rij. Had ik ja, die zat aan mij. Had ik ook gevraagd. Dan gingen we met elkaar vaststellen van waar zou deze broek, van welk dier, uit welk land zou die komen? En toen ging iemand voelen en die zei, ja, ik denk Nieuw-Zeeland. Oh, dat was toch ook weer een mooie persoonlijke link. Ik ga even ook jouw boek pakken. Anna, wil jij dat aangeven? Want dit is hem in de Nederlandse versie. Dit is een goede gids. En je hebt hem in het Engels. This is a good guide. Het is een gids. Hè? Dus wat kunnen we hier vinden? Ik heb hierin geprobeerd alle vragen te beantwoorden die ik ooit gekregen heb. Oh, nou, dan valt het nog mee. Ja, ik moest behoorlijk schrappen. Op het gebied van kleding, verzorging, eten, wonen, werken, vrije tijd. Heel veel mensen willen natuurlijk best eerlijker en duurzamer leven, maar weten gewoon niet meteen hoe. En ook niet waar je dan moet beginnen. En dat snap ik heel goed, want je kunt heel goed expert zijn op je eigen vakgebied, maar op alles expert zijn is heel moeilijk. Dus je moet een keuze maken. Ja,
En dat begrijp ik ook. Je helpt het niet... ook als je die keuze dan heel nauw soms maakt? Ja, dus ik ben vanuit kleding begonnen. Wat mij heel erg hielp om echt ook ergens enorm op in te zoomen en veel expertise in te krijgen. Maar toen merkte ik dat op het moment dat mensen bijvoorbeeld met kleren beginnen, daarna ook willen weten, ja, maar wat smeer ik eigenlijk op mijn gezicht? Of wat eet ik? Of hoe moet ik met reizen omgaan? Vaak als je met één aspect in je leven begint veranderingen te maken en je merkt dat het werkt en dat het je veel brengt en dat het je beter doet voelen en dat het misschien ook geld scheelt, allerlei van die dingen die bij een duurzame lifestyle horen, dan wil je ook natuurlijk op andere onderwerpen jezelf meer vragen stellen en ook veranderen. Dus daarom ben ik uiteindelijk op een wat bredere gids uitgekomen. Wat breder, het gaat ongeveer over zo'n beetje alles. dus vanuit de niche... Ja, ben ik gaan verbeteren. Ja, en dan... Ga je nou... Ja, sorry, ik leen hem. Ik leen hem even van je. Jij presenteert ook. Je bent ook dagvoorzitter. Wat vloeide dat voort uit de liefde voor het nieuwslezen? Door de oorspronkelijke Maartje van Wegen wannabe? Wie was er ook een Maartje van Wegen wannabe? Oh, nou... Alleen even zo'n pluistrui? Nee. Fantastisch, nee. Okay. Het kwam eigenlijk, grappig genoeg, doordat ik bij een organisatie werkte. Die heette de Schone Klerencampagne. Daar heb ik heel lang gewerkt voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie. En wij bestonden 20 jaar. En ik wilde dat echt vieren. En ik visualiseerde een enorm evenement in de Bali. Met allerlei sprekers en dansers en van alles en nog wat. Maar ja, de Schone Klerencampagne, een van de meest noodlijdende organisaties die in Nederland bestond. En dus we hadden helemaal geen geld. We mochten de Bali lenen, te gek. Mensen wilden ook allemaal vrij dingen voor ons doen, want een belangrijk onderwerp. Maar geld voor een presentator zat er echt niet in. Dus dat ging ik doen. En dat was een van de mooiste avonden van mijn leven. Wat was de magie? Nou, ik stond daar en ik voelde het en ik zat erin. En wat ik de magie vind van dagvoorzitter voelde ik toen ook met een groep fantastische mensen echt een reis afleggen. En dat mensen ook naar huis gaan met iets wat ze een heel klein beetje geraakt heeft, of waar ze echt iets mee kunnen, of waar ze nog aan terugdenken. En dat was daar ook zo. En, toen en waarom dacht ik, is dat dan anders dan spreken? Omdat voor mij je met spreken ik vaak een persoonlijker verhaal vertel dan als ik dagvoorzit. En toen, dus heb jij het linkje gehoord van mij dat ik ook vaak wel een persoonlijke... Dat doe ik zeker natuurlijk. Ik maak dagvoorzitten ook vrij persoonlijk. Maar natuurlijk ben ik ook aan het aankondigen en ook ervoor aan het zorgen dat het programma van de klant, in dit geval, goed loopt. Dat je op tijd bent, allerlei van dat soort dingen. En ik vind dat totaalpakket, dus die hele dag, echt heel of middag of wat het ook is, helemaal afmaken. En voor mensen ook echt als een soort van belevingsreis door verschillende sprekers en ervaringen heen, die wel kloppen, bij elkaar horen en gezamenlijk je ergens brengen. Dat vind ik wel, het vind ik echt te gek. Vind je het ook uitdagend? Wat vind je er moeilijk aan? Oh, dat kan het zeker zijn. Lange sprekers zijn heel uitdagend. Ja, dat klopt. Zeker als ze dan zeggen van, ik heb 60 slides. En dan zeg ik, het duurt 20 minuten. Dus dat zijn dan best veel slides. Oh nee, maar ik tik ze heel snel door. Ja, dat komt echt heel goed. En dan heb je echt na de eerste 15 minuten heb je er 8 gehad. Dat is slecht. En dan mensen die ook zeggen dan aan het eind zeggen, nou, dan rond ik af met. En denk ik, oh fijn, dan komt er echt nog een, nou ja. Goed. Dan komen de overige 40 slides. Allerlei van dat soort. Wie ambieert hier om dagvoorzitter te zijn? Yes. Zie je daar boven 2? Ja. 3? Ja, iemand zegt dit. Het is een beetje dagvoorzitter, middagvoorzitter. Ja. En wie ambieert om spreker te zijn? Nog iets meer, zou ik zeggen. Ja. Ietsje meer? Dat is ook echt heel leuk. Wat ik de laatste tijd, en ik merk ook hoe langer je ermee bezig bent, dat je er echt beter in wordt. Dat is echt zo. Ik doe het al best een tijdje. En ik merk nu nog steeds meer dat ik echt in mijn eigen verhaal kom. Want ik denk dat voor mij, en dan zat ik in de trein hier naartoe namelijk even over na te denken, wat ik belangrijk of essentieel vind eigenlijk aan spreken. En toen dacht ik, er kwamen 3 dingen in mij op. Namelijk daadwerkelijk inderdaad dat het verhaal van jou is. Dus dat het echt over jou gaat en over iets wat ook heel diep in je zit. Daarnaast ook dat het een uniek verhaal is. Wij zien allebei vrij veel sprekers en horen ze ook. En lang niet iedereen heeft een uniek verhaal.
Dat is toch belangrijk, dat je er iets in brengt wat alleen jij kan brengen. Iedereen heeft wel een uniek verhaal, omdat ze per definitie een andere persoon zijn. Ze hebben wel, maar ze vertellen hem dus niet altijd. Dat is het probleem. Dus soms ga je toch meer zeg maar, naar iets algemeners of naar iets waar je je wat meer senang bij voelt, omdat het minder confronterend is of wat algemener. Omdat je denkt, nou, daar heeft dan iedereen wat aan. Dan wordt het toch vaak ook een beetje bland in goed Nederlands. Mm-hmm. En voor mij maakt het dan dus tegelijkertijd ook uit dat het uitmaakt. En in mijn geval dus dat het de wereld een stukje beter maakt. Dus dat het ertoe doet, daadwerkelijk. Dat we er echt met z'n allen mee vooruit kunnen. Persoonlijk uniek en het moet ertoe doen. Ja. Kan je voor ons even een een beginnerstip, zeg maar, als je dit echt vaker zou willen doen? Geef hem even Zal ik een concreet voorbeeld geven? Ja, daar hou ik van. Nou, dank je. Ik heb speciaal naar deze top voor aangetrokken. Oeh, want hij heeft maar één mouw, dus super duurzaam. Het scheelt weer heel veel textiel. Ik ken Eva al langer, dus die heeft veel van mij geleerd. Altijd halve kleren aantrekken. Ja. Nee, ik wilde vertellen dat ik de laatste tijd veel over okselhaar spreek. Oh ja. Dus, kan je dat ook zien, hè? Oh, wauw. Want anders kan Mogen je het nog eens zien? Tuurlijk. Ja. Wie heeft dat ook? Kan gewoon, ja. Oh, kijk, is dit toch, twee vrouwen lekker, woehoe, alright. En ik zal je vertellen waarom jij... Bas ook, zie je? Bas heeft ook. Oh ja, oké. Okay. Ja. Zal ik vertellen waarom ik het belangrijk vind? Nee, lekker voor, ga er helemaal voor. Want ik vind helemaal niet dat iedereen dat moet hebben. Laat ik dat meteen zeggen. Als jij je wil scheren overal en zelfs al je hele lichaam, je hoofd erbij, ik vind het echt goed, echt prima. Maar wat ik echt wil, vooral, is dat het je eigen keuze is. Ik kan hier dus heel lang over spreken, want ik spreek er zo nu en dan ook heel lang over. Maar in de kern gaat het er mij om dat op het moment dat je hier geboren bent, waar je dus heel veel voordeel aan hebt, je ook één groot nadeel krijgt, namelijk dat je eigenlijk direct volledig vercommercialiseerd raakt. Je lichaam en je geest moeten mee in een enorme rat race hier. En alle boodschappen die je de hele dag krijgt, gaan er eigenlijk over dat je niet goed genoeg bent. En dat je lichaam er niet uitziet zoals het eruit zou moeten zien. Dus je moet van alles doen en kopen om dat beter te maken. Je huid is niet goed, je bent sowieso niet dun genoeg. En je haar en je kleren, en het is allemaal niet goed, je moet anders. En daardoor blijven we steeds kopen. We voelen ons niet alleen vervelend over onszelf, we blijven ook kopen. En dat vind ik dus niet duurzaam, right? Dat geldt dus ook heel erg voor hoe je lichaam eruit ziet. We mogen eigenlijk alle natuurlijke dingen die we krijgen als we geboren zijn niet hebben. Dus we mogen bijvoorbeeld geen niet stralend witte tanden. We mogen geen rimpels en we mogen geen haar op heel veel plekken. Nou, dat irriteert mij mateloos. Al helemaal omdat het ook nog eens niet eerlijk is. Dus mannen mogen heel veel wel. Tof dat er een paar guys aan jullie hebben. Wat dat betreft, de laatste tijd ook moeilijker. Er is natuurlijk ook heel veel druk op hoe mannen eruit zien. Maar op heel veel plekken... Precies. Op heel veel plekken mogen zij dingen toch veel meer dan vrouwen. En dat is natuurlijk heel ongelijk. Ook bijvoorbeeld de producten die je nodig hebt om je haar op allerlei plekken weg te halen, zijn duurder voor vrouwen dan voor mannen. Dat is ook wel bijzonder. Hè? De pink tax heet dat. Want wij moeten ze toch wel kopen, omdat wij nog meer geacht worden om er op een bepaalde manier uit te zien. Kijk, nou, dus dat hele effect. Ja, en maar is, dit, dus jouw voorbeeld, hè, die ziet dus hierin, het is dus persoonlijk. En eventjes, hoe bijzonder is het, hoe persoonlijk kan je zijn dat je je okselhaar laat zien? Hè? Ik had al een open rits, maar dat was eigenlijk per ongeluk. Op zich, nu ik terugdenk, denk ik van wauw, was ik toch heel goed bezig. Ja. Maar even, ik vind het echt heel moedig en dapper dat je dat doet. Ook al is Marieke dus al wel 6 stappen verder dat ze die initiële schaamte misschien wel voorbij heeft. Ja, maar ik doe dat ook pas. Dat doe ik dus al niet 20 jaar. Dat wil ik maar zeggen. Dat is niet zo dat ik dit het verhaal was waar ik 20 jaar geleden mee begon. Dus het is dus uniek, hè? Want het is ook haar beleving vanuit haar perspectief. Hoe je dat meemaakt. En dus het doet ertoe, omdat er een veel groter verhaal aanhangt dan alleen maar okselhaar, hè? Wat een gezeur, hè? Dat je het moet scheren. Nee, het gaat dus veel verder over ongelijkheid, genderdiversiteit, et cetera. Dus dank voor dit mooie voorbeeld. En dank. Ik heb iets voor je. Kijk, behalve je boek. Nee, dit is... Kijk, ik heb iets in, want ik dacht natuurlijk, wat ga je iemand geven die duurzaamheidsguru is? Dan kan je natuurlijk niet met iets aankomen met een folietje eromheen. Dus toen heb ik gisteren op de camping zelf een tekeningetje zitten verven. Nicole, ik zit je achterna met aquareltechniek. En het is een uitnodiging om samen naar een tiki-bar te gaan. Wat heerlijk! Dus een soort hula-hula. En we gaan dus cocktails drinken en rieten kokosnoten aan. Dat weet ik niet, dat laatste. Maar... Maar we gaan wel naar de tiki-bar. En we gaan dus investeren in een herinnering. Precies, dat gaan we en doen. En niet in een product, precies, maar precies wat een, ik zou willen. Herinnering. Fantastisch, dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.